Ik ben een pleegkind. Zo'n lastig, weet je wel. Zo'n lastig kind. Zo'n lastig pleegkind. Dat altijd pest. En ruzie zoekt. Om aandacht. Joh, daar moet je geen aandacht aan besteden. Die wil alleen maar aandacht. Alleen maar aandacht. Vanavond heb ik ook weer mijn best gedaan. Toch? Of niet? Sandra weg. Marcel weg. Wegwerkstuk. Wegexamen. Leuk, René. Erg leuk. Heb je nou je zin? Ik en mijn ouders, dat ging niet. Dat ging dus niet. En nou woon ik hier. Dat heeft de kinderbescherming gedaan. De kinderbescherming, TIAK, Projevitute, Centrales voor Pleegzorg. Allemaal in de weer. Allemaal in de weer. Als het weer eens niet gaat. Met weer is zo'n kind. Met weer is van jou. Waarom gaat het toch zo vaak mis? Ja, je hoeft natuurlijk geen diploma te halen om ouders te kunnen worden. Of moeten we dat soms gaan invoeren? En ook voor kinderen. Dat die bijvoorbeeld eerst examen moeten doen voor ze geboren mogen worden. Maar als ze dan zakken? Het is hier best wel oké. Het zijn hartstikke prima ouders, waar ik nou woon. Ze trekken me zelfs vaak voor. Op Sandra bedoel ik dus. Soms mag ik meer dan haar. Maar toch doe ik dan soms zo krengig. Ik hoor mezelf rot doen. Hatelijk en zo. En niet alleen hier. Oh nee. Was dat maar waar. School ook. En dan begrijpen ze dat natuurlijk niet. En dan moet ik de klas weer uit. Of naar mijn kamer. Ze begrijpen me gewoon niet. Ik ben gewoon een misverstand. René! René! Ja, ik ben hier! Boven! Hoorde je me niet? Wat?